Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en bij mij aan tafel zit Martijn van der Linden. Dag Martijn. Goedemiddag Thomas. Met z'n tweeën aan tafel. Yes. Dag Martijn. Goedemiddag Thomas. Met z'n tweeën aan tafel. Yes. Om te praten over de digitale euro. En daar is een bijzondere aanleiding voor. Zeker. Minister Kaag van Financiën, die heeft nu inmiddels anderhalve week geleden, denk ik, twee weken geleden, een brief geschreven aan de Tweede Kamer. En eigenlijk voor het eerst is daarin een visie op de digitale euro geformuleerd. Ook wel de Central Bank Digital Currency genoemd. En dat is op zich een heel bijzonder moment. We hebben hier al vaker met gasten een gesprek gehad over die digitale euro. En wat uit al die gesprekken naar voren kwam, is dat er vaak geen duidelijkheid bestaat over wat is nou eigenlijk het doel van zo'n digitale euro. Waarom hebben we die nodig en wie gaat er over? En Kaag heeft nu toch eigenlijk voor het eerst daar best wel wat duidelijkheid in geschapen. Zeker. Nee, het is dus een Nederlands perspectief op de digitale euro. Dat is denk ik belangrijk om te benadrukken. En je zou verwachten dat elk land van die doelstellingen formuleert en dat daar vervolgens over wordt gedebatteerd. Ja. Maar het is wel een grote stap voorwaarts. Daar ben ik het zeer met je eens. Ja. Nou, ik heb hier dus ook allemaal papieren voor me liggen. Dat is de brief van Kaag. Daar wil ik dadelijk ook wat stukjes uit voorlezen. Om te kijken wat zijn dan die doelstellingen die zijn geformuleerd. Maar misschien goed om eerst voor de mensen die de geschiedenis van die digitale euro niet zo kennen, om dat wat te schetsen. Jij bent lector New Finance aan de Haagse Hogeschool, maar je bent ook voorzitter van Stichting Ons Geld. En Ons Geld heeft een belangrijke rol eigenlijk gespeeld in het debat over dat geldstelsel in Nederland op gang te brengen. En daar is uiteindelijk, gaat deze discussie daar ook over. Zou jij even... Ja, het is moeilijk om het kort te doen natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk, ik denk dat de vorige financiële crisis, dus de crisis van 2008... toen zijn banken gered, hebben centrale banken van allerlei andere mechanismes geïmplementeerd. En toen vonden wij bij Ons Geld eigenlijk dat het debat vrij klein was. Dus het ging de hele tijd over naar een klein beetje hogere kapitaalratio's. Iets minder bonussen voor bankiers, maar niet dat het stelsel in zichzelf werd bediscussieerd. Toen hebben wij een burgerinitiatief gelanceerd, burgerinitiatief Ons Geld. En dat bestond grofweg uit drie dingen. Dat is publieke geldschepping. Wij noemen het digitaal contant geld. Dus digitale euro, zo heet het tegenwoordig. En het liberaliseren van banken. Dat waren eigenlijk de drie onderdelen daarvan. De afgelopen jaren is er dus wel het een en ander gebeurd op dit gebied. Maar vooral door activisten, academici, theatermakers. Maar vooral aan de zijkant. Dus het politiek maken bleek best wel lastig. Omdat politici dit een ingewikkeld onderwerp vinden. En daardoor niet kunnen doorpakken. Nou, tegelijkertijd met het burgerinitiatief waren een aantal ondernemers van Stichting Full Reserve. En die wilden een private depositobank oprichten. Wat is een depositobank? Dat is een bank die alleen maar betalen en sparen aanbiedt. Dus geen leningen verstrekt. Dus daar is er geen risico. En heb je eigenlijk veilig digitaal geld. Dat was het idee. En dat vergelijk je ook vaak met contant geld. Want contant geld, dat zit in je portemonnee. Precies. Dat is ook van jou. Er zit geen kredietrisico aan. Ja. Dus is een bezit, zitten geen leningen aangekoppeld. Kan niet fout gaan, is gewoon jouw bezit. Als de bank omvalt, is het geld nog steeds voor jou. Ja, en dat is een belangrijk contrast. Hè? Want dat bij is de bank zeker. Hou jij een bank te goed aan. En dat is een belofte op dat contant geld. Maar als er iets met die bank gebeurt, dan loop je een risico. Zeker. Ja, dus die ondernemers die dachten dat wat Ons Geld bepleit is veel te ingewikkeld eigenlijk. Een veel te grote stap voor politie. Waarbij ik heel pragmatisch alternatieven door zo'n private depositobank. Die alle Kamerleden waren in 2016 voor. Dus 150 Kamerleden unaniem stemden voor de private depositobank. En vervolgens zijn de initiatiefnemers echt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus van de politiek naar de DNB, naar het ministerie van Financiën, naar de politiek. Ja. En nog een paar keer hetzelfde rondje. Dus ze kregen niet een vergunning, of niet de juiste vergunning om die depositobank op te richten. Nou, toen is er in 2019 heeft Mahir Alkaya, de Kamerlid van de SP, is hier ook wel eens geweest. Ja. Of eind 2018 heeft een initiatiefnota geschreven voor een publieke depositobank. Dus zijn analyse was, als het die private ondernemers niet lukt, dan moet de overheid het zelf doen, zo'n veilige bank oprichten. Zijn voorstel is anderhalf jaar later uiteindelijk in de Kamer besproken, de zomer van 2020, en nipt weggestemd. 71 Kamerleden voor, 79 tegen.
En in de tussentijd had ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een rapport gepubliceerd, Geld en Schuld. En daarin werd eigenlijk een veilig alternatief of een veilige haven, zoals zij het noemen, werd aangeraden. Ze lieten eigenlijk in het midden wat er zou moeten zijn, of het zo'n private depositobank moest zijn, een publieke depositobank of dus een central bank digital currency. Ja. Dus die central bank digital currency is eigenlijk een fenomeen. Centrale banken, ja, je hoort het wel aan de namen. Zij noemen het central bank digital currency, want dan zijn ze eigenlijk zelf de uitgever van dit geld. Dus dan zou je eigenlijk rekening aanhouden bij de centrale bank, wat de meest veilige vorm van geld is in dit systeem. Dus dat idee sluimert eigenlijk al lang rond in het Nederlandse debat. De consensus denk ik ook langzaam maar zeker geworden dat zo'n veilig alternatief buiten commerciële banken nodig is. Nou ja, er is lang over gediscussieerd. Ja. De ECB is zijn werk gaan doen en nu is het dus voor het eerst dat Kaag er een brief heeft overgeschreven. Ja, en Kaag benoemt dat ook. Hè? Ze zegt, het is belangrijk dat we publiek geld hebben. We moeten het publieke karakter verankeren. Ja. Nee, dus dat is denk ik wat er stilzwijgend is gebeurd. Dus met de digitalisering van geld. Banken hebben de afgelopen decennia hun processen gedigitaliseerd. Hun geld is ook gedigitaliseerd. Dus de bank te goede of Gira geld is digitaal gemaakt. We betalen tegenwoordig met internetbankieren. We pinnen. Het is niet meer dat we checks overschrijven of dat bankiers zelf overboekingen inkloppen. We doen het eigenlijk min of meer zelf. Dus dat hebben banken gewoon heel goed gedaan. Maar je kunt denk ik achteraf stellen dat centrale banken en politie hebben eigenlijk zitten slapen. En het publieke geld, dus het fysieke contante geld, is eigenlijk nog een reliquie uit het industriële tijdperk. En je ziet dus het, in het digitale tijdperk gebruikt iedereen digitaal geld. Publiek geld wordt er steeds meer naar de zijkant gedreven. En nu zegt dus ook, DNB heeft het eerder gezegd, maar nu zegt ook Kaag het. De WRR zegt het eigenlijk ook van er is een publiek belang in het geldstelsel en dat moet worden geborgd. En dat zou middels zo'n digitale euro kunnen. Ja. Oké, okay. Dat was de doelstelling ook oorspronkelijk van ons geld. Hè? Je wil dat publieke geld weer belangrijker maken in het geheel. En een alternatief naast dat banktegoed hebben. Mm-hmm. En dan kan je vervolgens ook die banken weer wat meer liberaliseren. Kun je dat misschien ook nog... Er zijn dus vrij veel vangnetten voor banken. En ik denk dat de twee bekendste zijn deposito garantstelsel. Dus banktegoeden, bankdeposito's of giraal geld, zo wordt het genoemd. Die zijn tot 100.000 euro gedekt. En dus iedereen die minder dan 100.000 euro op zijn bank heeft staan, die heeft eigenlijk geen noodzaak om dat in de gaten te houden of om dat geld op te gaan halen als het slecht gaat. En het is eigenlijk een hele goedkope vorm van financiering voor banken. Dus tegenwoordig, iedereen weet het, op banktegoeden krijg je geen rente meer. Het is ook financiering van de bank, een bankdeposito of een banktegoed. Dus het is vrijwel gratis financiering voor de leningen van banken. En daarmee hebben banken dus een voordeel ten opzichte van andere financiële instellingen. En tweede, die belangrijk is die centrale bank. Die heeft de functie van lender of last resort. Dus die gaat lenen in het geval van problemen aan commerciële banken. Dus mocht het toch zover komen dat we allemaal onze geldtegoeden gaan opeisen bij de bank, dan kan de bank meer reserves lenen, dus meer cashgeld lenen bij de centrale bank tegen, wat wordt gezegd, goed onderpand en tegen een hogere interest rate. Hmm. Maar andere financiële instellingen hebben die mogelijkheid niet en hiermee hebben banken gewoon een voordeel op wat zij looptijdtransformatie noemen. Dus hele korte termijn schuld, die banktegoeden die altijd op eisbaar zijn, die gebruiken zij om hypotheken mee te financieren. Dat is wat lange termijn schulden zijn. Dat is op zichzelf een heel fragiel iets natuurlijk. Een hele korte termijn schuld gebruiken om hele lange termijn schuld mee te financieren. Hmm. En die centrale banken die dekken dat eigenlijk met de functie of lender of last resort. En als wij dat zouden doen met een andere financiële instelling, zou dat dus heel moeilijk zijn. Ja. Dat laatste is wat banken doen. Hè? Dat is hun verdienmodel. Ja. Kort zelf lenen of zich financieren met die banktegoeden. Ja. En ondertussen lange termijn uitlenen door hypotheken te verschrikken. En die mismatch, dat kan alleen in een crisis. Als mensen het banktegoeden weghalen, dan manifesteert het risico zich. Precies. En dan kan die bank rekenen op die vangnetten van de staat en van de centrale bank als lender of last reserve. Ja, precies. En dat deposito garantstel zorgt er eigenlijk voor dat we ons geld niet meer gaan ophalen. Dat is de eerste. Dat is de voorvang eigenlijk. En die achtervang, als het dan toch gebeurt, dan staat die centrale bank er alsnog achter. Ja. En er zijn ook van allerlei kleinere, maar dit zijn in mijn ogen de twee belangrijkste vangnetten voor die banken, waardoor ze gewoon een groot voordeel hebben ten opzichte van andere financiële instellingen. Ja. Vandaar het idee van er moet een publiek alternatief komen wat eigenlijk losstaat van die commerciële banken. Ja. En dat zou dan zelfs in een private vorm kunnen. Hè? Dus een private depositobank of een publiek opgerichte depositobank. Een bank die gewoon dat geld bewaart en het niet uitleent.
die dus rechtstreeks die tegoeden bij de centrale bank stalt. Ja. Allebei die initiatieven zijn afgeschoten, ja. Weggestemd. Ja. En er is één alternatief dus overgebleven, en dat is die digitale euro uitgegeven door de centrale bank, Central Bank Digital Currency. Ja. Hoezo is dat in één keer zo in beeld gekomen? Want ik heb zelf nog in 2019 Mario Draghi hierover vragen gesteld. Toen was dat de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid had toen net dat rapport uit. En die zeiden van, nou, die veilige haven moet er komen. En toen vroeg ik Draghi komt die digitale euro? Dus zei hij, nee, geen denken aan. Ja. Nu zijn ze volop mee bezig en het ziet er gewoon naar uit, die euro gaat er komen. Er komt een centrale bankmunt. Nee, zeker. Dus ik denk dat het belangrijk is, ook voor de kijker te beseffen, dat die discussie over de depositobank is heel erg een Nederlandse discussie. Dus binnen Nederland is het eigenlijk de consensus geworden dat zo'n veilig alternatief zou moeten komen. Die digitale euro is denk ik in de versnelling gekomen door een aantal dingen. Dus de eerste is die opkomst van Libra, van Facebook. Dus dat een van de grootste techpartijen ter wereld, die zegt met een consortium om zich heen, wij gaan een eigen digitale munt implementeren. Dus dat is veel groter dan Bitcoin eigenlijk. Die hebben al een heel groot netwerk. En anders denk ik toch ook dat die waarde van die cryptomunten maar bleef stijgen. En uiteindelijk denk ik ook dat China heeft al zo'n digitale munt geïmplementeerd. Dat er daar ook eigenlijk een tussen grote currency areas is er eigenlijk competitie ontstaan. Naar wie gaat eigenlijk het geld van de toekomst vormgeven? En dat de Chinezen zijn eigenlijk in 2014 aan de slag gegaan. Die hebben het in 2020 zijn ze gaan piloten. In 2021 zijn ze langzaam gaan uitrollen. Dus ze hebben veel grotere stappen gezet dan de ECB en ook de Fed in Amerika. En in die zin denk ik dat Draghi misschien heeft onderschat hoe ver de Chinezen al waren. En ook heeft onderschat wat dus digitaal geld zou kunnen zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een hoek die eigenlijk van buiten het Nederlands debat is gekomen. Die eigenlijk hele grote invloed heeft gehad op de voortgang. En ook de visie van Kaag zou je kunnen zeggen. Ja, maar is het buitenland hier dan eigenlijk in de lead geweest? Je ziet in algemene zin dus dat politici heel veel moeite hebben om eigenlijk de lead te nemen in dit dossier. Dus eigenlijk al vanaf de financiële crisis zijn er mensen, zoals ik, maar er zijn er veel meer, die zeggen, politici zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van dit stelsel, voor de marktordening. En wat je ziet is dat ze vooral, ze verstutten het bestaande stelsel, ze plakken heel de tijd pleisters, maar ze gaan niet even terugzitten en even nadenken naar hoe zou het stelsel er over 10 jaar uit moeten zien. Ja, Kaag die zegt nu, dat moeten we dus wel doen. Ja. Hè? Want ze zegt, ik ga even een stukje voorlezen, dan heb ik die papieren hier niet voor niks liggen. Bij het besluit tot invoering van de digitale euro dient er bovendien een stevige democratische basis te zijn. Dat is denk ik een belangrijke. En verderop zegt ze, wat mij betreft volgt de technologie de beoogde doelstellingen van de digitale euro. Ja. Ze zegt hier, we moeten dus doelstellingen formuleren. Vervolgens op basis van die doelstellingen die munt vormgeven. En de democratie moet in de leiding zijn of we überhaupt die munt willen. Nou, dat is best wel zijn flinke uitspraken. Nee, zeker. Ja, en we hebben hier aan deze tafel de afgelopen weken met mensen van AFM, ING, DNB gezeten. Al-Kaya, de politicus van de SP, die heeft er een boek over geschreven. Die kennen we ook goed. En we weten van al deze mensen dat die zich eigenlijk zorgen maken over hoe het nu gaat. Dus dat de ECB is eigenlijk al best ver in het proces van het technisch ontwikkelen, van hoe het operationeel zou kunnen werken. Terwijl die politici hebben nog niet vastgesteld wat de doelen zouden moeten zijn. De angst bestaat al erg, denk ik, bij best veel mensen dat over in het voorjaar van 2023 zal de ECB met een voorstel komen. En wat politici dan nog kunnen zeggen is, ja, we gaan het implementeren of nee. Want dit proces, hè, want deze brief is eigenlijk wel echt een stap vooruit. Zeker. Want er wordt nu gesteld, we moeten de democratie moet beslist, hè? Dus democratisch besluit. Er wordt hier iets bepaald over de toekomst van ons geld. Best wel belangrijk. Maar dit wordt nu aangekondigd terwijl de ECB al een jaar onderzoek aan het doen is. Experimenten met die digitale euro. Dus de volgorde van dit hele proces is wel vreemd. Zeker. Want de constatering is ook, Kaag die zegt, we hebben al 3 keer in de eurogroep besproken. Ja. Dat is ook alweer dat is een informeel overlegorgaan van de ministers van Financiën. Mm-hmm. En ze hebben ook de week na, ik geloof dat deze brief is van 5 april. En op 11 april was er weer een nieuwe eurogroep. Wil ik ook even gaan kijken van hoe is het dan daar gegaan. En daar is de
de Europese Centrale Bank is een presentatie komen geven, ja, over de doelstellingen van die digitale euro. En dat vond ik wel heel opvallend, omdat hier dus staat van de, ja, eigenlijk de politiek moet in de leiding zijn. En je ziet dat het in de praktijk toch andersom gebeurt. En dat ook de Europese Commissie, wat ook niet een gekozen parlement is, die hebben de leiding om nu een wetsvoorstel te ontwikkelen. Ja. En die gebruiken ook weer eigen consultatie. Dus dan gaan ze aan toezichthouders en marktpartijen vragen wat die erover denken. En maken dus al een wetsvoorstel. En dat komt dan daarna pas in het Europees Parlement terecht. Ja, nee, precies. Het is dus een hele vreemde gang van zaken. Maar eigenlijk toch een patroon wat we sinds de financiële crisis hebben gezien eigenlijk. Ja. En het interessante is wel, denk ik, van die brief van Kaag, dat nu voor het eerst er een minister is, dus Dijsselbloem en Hoekstra, die hebben het echt, denk ik, altijd vermeden. En zij heeft voor het eerst toch doelen op papier gezet, waarvoor het zou kunnen dienen. Nou, daar kun je dan volgens het mee oneens zijn of eens zijn, maar dat is in ieder geval een stap voorwaarts wat zij nu zelf zegt. En dan is de vraag, is dit tijdig genoeg om dit vreemde proces wat jij beschrijft te keren? Of blijven we zo eigenlijk achter de feiten aan hobbelen met de democratie? Ja. Ja, want die volgorde is toch wat vreemd. En laten we ook meteen die doelstellingen die dan hier geformuleerd worden, daar ook het over gaan hebben. Want wat daar opvalt, tenminste dat is mijn lezing, dat het niet allemaal even helder is en soms ook tegenstrijdig wat die doelstellingen zijn. Dus enerzijds sluit het aan op wat jij net in het begin zei. Dan moet publiek geld moet weer een belangrijkere rol gaan krijgen. Dat formuleert Kaag ook. Mm-hmm. Hè? Die zegt dat publieke geld is belangrijk in een samenleving. Dus cash moet blijven. Contant geld houden we. Maar er moet een digitale variant van dat contant geld naast komen te staan. Mm-hmm. En daarmee wordt dan ook het competitieve landschap opengebroken. Dus we kunnen hiermee competitie aanjagen tussen partijen. En wat is een derde punt wat zij noemde? Het was het publiek belang, innovatie. En competitie. Ja, die competitie en zorgt dan ook voor innovatie. Dus het openbreken van dat landschap. Ja. Goed. Dan zegt zij hier. Aan de andere kant. En ze zegt, het moet gemakkelijk voor consumenten te gebruiken zijn, die digitale euro. Want anders dan landt die niet. Maar aan de andere kant schuilt er een risico in een te succesvolle introductie van een digitale euro. De digitale euro kan andere private betaalvormen uit de markt drukken. Ja. Nou ja, dit is interessant om twee redenen. Ik denk de eerste reden is wat zij hier eigenlijk zegt. Dit argument is gebruikt door een bestuurder van de ECB, Panetta, in het Europarlement. Dus je ziet dat Kaag simpelweg de woorden van een ECB'er eigenlijk herhaalt. Dus weer loopt ze eigenlijk gewoon, ze volgt de ECB in deze argumentatie. En ze zeggen eigenlijk beide, zowel Kaag als Panetta, het moet succesvol zijn, die digitale euro. Mensen moeten het willen gebruiken, maar niet te succesvol. Want dan zou het wel eens ten koste kunnen gaan van de bancaire sector. Dus dat is het eerste wat opmerkelijk is. Het tweede wat opmerkelijk is, we hebben het ook recent in een artikel opgeschreven. Dus de afgelopen decennia is het geldstelsel langzaam geprivatiseerd omdat het digitaal is geworden. Dus waar 50 jaar geleden was de hoeveelheid publiek geld, privaat geld ongeveer 50-50. Tegenwoordig is het naar 95-5 of 93-7. Dus het grootste gedeelte is privaat geld. En toen is eigenlijk nooit ingegrepen in dat proces. Ja, want het was na de Tweede Wereldoorlog zo'n 50-50. Was het ongeveer gelijk. En toen is dus langzaam maar zeker helemaal geprivatiseerd. Maar toen heeft er nooit een politicus ingegrepen in dat proces en gezegd, nou ja, dit gaat te ver. We moeten die hoeveelheid terugdringen. Ja. En nu dreigt het omgekeerde te gebeuren. Nu gaan we een publiek geld in een digitale vorm aanbieden. Wat zou kunnen leiden, weet nog niet eens zeker of mensen gaan gebruiken. Maar nu zeggen we al eigenlijk van tevoren, het mag niet te succesvol worden. Dit mag eigenlijk niet echt succes worden. Dus die argumentatie is in mijn ogen behoorlijk zwak eigenlijk. En zit hier dan ook de lobbykracht van de banken en de centrale banken achter? Nou ja, van de ene kant, dus je kunt best, maar dat zou Kaag moeten opschrijven. Het zou natuurlijk cru zijn als door de implementatie van een digitale euro banken omvallen. Dus dat het uit de publieke sector een initiatief komt dat daar de banken omvallen, dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. Daar is denk ik iedereen het mee eens. Maar je zou best een pad kunnen uitstippelen dat het geleidelijk aan
een succes kan worden, dat het geleidelijk aan groot kan worden. Ja, want dat is ook, ik was hem net even kwijt, dat derde doel, dat noemt ze ook nog specifiek, dat die euro eigenlijk de financiële toegankelijkheid, financiële stabiliteit en digitale weerbaarheid vergroot. Mm. Dus dat het de stabiliteit van het gehele stelsel ten goede komt. Mm. En dat is hier het cruciale punt. Ja, ja. Er wordt eigenlijk beargumenteerd van als die digitale euro van de centrale bank heel populair wordt, mensen gaan die echt gebruiken, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze minder geld aanhouden op hun commerciële bankrekening. Mm-hmm. En dan heeft die bank een probleem, want die kan zich dan niet meer financieren met goedkoop spaargeld waar die 0% rente op betaalt. En dan moet ze in de markt zich gaan precies, financieren. Precies, dan komt de concurrentie. Dan moeten banken dus aantrekkelijk maken dat wij ze gaan financieren. Dus of hogere rentes bieden of meer aandelen uitgeven. Ja. Andere vormen van vreemd vermogen uitgeven. Ja, en hier zit dus ook weer die tegenstrijdigheid in die berichtgeving. Ja, zeker. We willen meer competitie, ja. Maar... Ja. Ook niet te veel. Ja, hoe zie je dat voor je? Nou ja, en ze zegt wel iets over ook nog de termijn. Dus op middellange termijn is die competitie dan eigenlijk niet zozeer het doel. Maar dus dan is vooral toch de vraag, wat is het lange termijn doel? Ja. Zeker bij zo'n digitale euro. En ik zou denken, dus ik heb het al vaak op verschillende plekken gezegd, maar bijvoorbeeld die digitale euro implementeren, elk jaar 10.000 meer depositogarantiestelsel tegelijkertijd afbouwen. Ja. Weten alle marktpartijen waar ze aan toe zijn, kan iedereen zich op aanpassen, krijg je inderdaad veel meer competitie buiten banken om. En uiteindelijk competitie zou tot betere prijzen moeten leiden voor consumenten. Ja. Dus daar lijkt gewoon heel erg consumentenbelang, wat ook gewoon in lijn is met Europese verdragen, waarin marktprincipes staan, om dit te gaan implementeren. Ja. Maar dat is het doel wat je ook vanuit ons geld eigenlijk hebt geformuleerd. Hè? Dat je zegt, dat vangnet van dat depositogarantiestelsel, dat is nu... heeft nu een vorm waarbij die commerciële bank daar voordeel bij heeft. Dat is een soort van subsidie betaald met publiek geld. Die gaan we afbouwen. En dat kan alleen als je daar de veilige publieke variant voor hebt. Ja. Nou, en dan kan je ook dat landschap daarna meer liberaliseren. Dus dat betekent ook minder toezicht, minder... regels. Ja, nee, je zou denken dat ondernemende bankiers hier blij mee zouden zijn. Dus dan komen er andere kansen. Dus partijen die het goed doen, die goede diensten aanbieden, of nou betalen of in het lenen zitten, die hebben voordeel hierbij. Ja. En bankiers die vooral moeten hebben van het afromen van geld, die hebben hier minder baat bij. Ja. Maar die doelstelling, die lange termijn doelstelling die jij voor ogen hebt, die wordt niet geformuleerd. Die wordt niet geformuleerd. Dus het zijn eigenlijk relatief korte termijn doelstellingen eigenlijk. Ja. Ja, want er zitten. Er wordt zelfs. En dan gaan we nog iets technischer erover hebben. De Kaag die heeft het hier over de inwisselbaarheid van die verschillende soorten geld. En daaruit leid ik eigenlijk af dat het helemaal niet de bedoeling is om die liberalisering op lange termijn te bewerkstelligen. Want we hebben nu op dit moment de 1-op-1 inwisselbaarheid van banktegoeden bij commerciële banken naar contant geld. Mm-hmm. En we hadden het er in het begin al even over. Juist die belofte, omdat dat geld tegelijkertijd lange termijn is uitgeleend, zorgt voor risico's in het systeem. Want dat kan een bankrun veroorzaken. Kun jij daar nog iets meer over vertellen hoe dat met elkaar samenhangt? Banken zijn geldscheppende instellingen. En waarom kunnen zij geld scheppen? Omdat ze inderdaad die inwisselbaarheid beloven. Dus de meeste mensen denken ook, er zijn tig onderzoeken naar gedaan, dat het eigenlijk dezelfde vormen van geld zijn, terwijl banktegoeden en contant geld zijn wel degelijk uitgegeven door een ander instituut. Dus het ene is door een publiek instituut uitgeven, ander door een commerciële partij. En die ene op een inwisselbaarheid, dus als je naar de pinautomaat gaat en je wist het, je kunt het ook terugbrengen naar de bank, dat zorgt ervoor dat het hetzelfde lijkt. Maar er zit wel degelijk een verschillend risicoprofiel achter. Hmm. En wat zij als de sterkte noemt, is in mijn ogen juist de zwakte. Dus als wij het gaan wantrouwen, het bankgeld. In China is het nu weer aan het gebeuren. Het is in Cyprus gebeurd, in Griekenland gebeurd. Ja, in China zie je het op dit moment, dat is een goed voorbeeld, hè, heel actueel. Ja. Daar willen mensen die willen hun geld opvragen. Ja. En dat mag niet. Nee. Ze hebben nu zelfs gezegd, het is niet meer één op één opeisbaar. Het is een investering in de bank. Precies, ja, maar het is feitelijk ook een investering in de bank. Ja. Alleen heel erg gedekt dus met die publieke garanties. En de belofte van 1-op-1 inwisselbaarheid. Maar soms in een crisis komt het onder druk staan. En dan kan heel het systeem instorten. Ja. En het is historisch best te begrijpen dat het, zo is, dat het zo is gegaan. Alleen de vraag is het met de huidige stand van de technologie nog het beste systeem?
En daar geeft Kaag eigenlijk geen antwoord op. Zij zegt dat het gewoon dat het zorgt voor stabiliteit, terwijl het juist de zwakte is van het huidige stelsel. Ja, ze schrijft zelf, het is. Ze zegt, als die deposito's er niet meer zijn, dan dit betekent dat banken een deel van een stabiele en zekere vorm van financiering verliezen. Ja. Maar dat geldt alleen als er geen crisis is. Dan is het zeker en stabiel. Maar juist als er paniek is, dan is het meteen. Nee, maar dit is ook gewoon onkunde van het ministerie van Financiën eigenlijk. Want ze zouden moeten weten dat bankdeposito's is gewoon een hele korte termijn financiering. Je kunt geen kortere termijn financiering eigenlijk vinden. Het is altijd direct opeisbaar. Ja. Dus dit heeft niks met stabiliteit te maken. Dus het is een hele fragiele vorm van financiering. Ja. Maar die fragiliteit die wordt eigenlijk niet erkend. In die zin dat niet wordt benoemd als een fragiel onderdeel waar we naar moeten kijken. Het wordt eigenlijk gezegd, dit willen we gewoon behouden, want het is het anker van het financiële stelsel. Ja. En ergens staat al in dat ze banken meer zeg maar, aan competitie wil onderwerpen. Dus dan moet je toch aan dit soort dingen gaan komen. Dus ze noemt het wel, maar de praktische invulling, wat gaan we daar vervolgens dan een maatregel op nemen, die is er vervolgens niet. Wat zou het betekenen als die 1-op-1 inwisselbaarheid tussen private geldvormen, dus banktegoeden bij commerciële banken, en het publieke geld van de staat, dus het contante geld en straks die nieuwe digitale euro, als die inwisselbaarheid er niet meer is? Hoe zou dat systeem eruit kunnen zien? Ik denk dat het eerste is, zeg maar, het gaat om de mate. Hè? Dus misschien mogen banken nog voor 10% doen, of zijn het inderdaad spaartegoeden waar een bepaalde eis zit. Dus Thomas komt naar de bank, is een spaartegoed, je kunt het opeisen. Misschien dat je het over een maand krijgt. En misschien krijg je dan een penalty als de activa veel minder waard blijkt te zijn. Ja, dat betekent dat als de bank verlies maakt. Als de bank heeft bezittingen en die moeten wel evenveel waard zijn als de claims van de bank. En nu is dus ongeveer de helft van de bankbalans, 40-50% van de Europese banken, bestaat uit die bankdeposito's die direct opvraagbaar zijn. Nou, het zouden andere vormen van deposito's kunnen zijn die allemaal mits en maren hebben. Maar dus niet meer die directe opeisbaarheid 1-op-1 hebben. En een andere manier zijn dus dat ze veel met liquide vormen, dus gewoon effecten, aandelen of obligaties die gewoon verhandelbaar op markten zijn, gaan financieren. Maar doen dan ze moet natuurlijk je, al. En dan moet je, dan, maar dan moet ik het zien dat als ik mijn geld bij de Rabobank heb staan, dat ik eigenlijk niet een euro dan bij de Rabobank heb. Precies. Maar ik heb een vorm van financiering, dus een soort van aandeel in de Rabobank. Ja. En als de Rabobank het heel goed doet, dan is mijn euro misschien wel 1/10 waard. Ja. Mijn Rabobankmunt. Maar als de Rabobank het slecht doet, is hij misschien maar 90 cent waard. Ja, precies. Dan fluctueert het. Ja. En dat betekent wel dat we daar op anders naar moeten gaan kijken. Want Nee, zeker. Van dat vergt dus dat we er anders naar gaan kijken. Ja. En van de andere kant zie je denk ik toch al een beweging richting die kant. Dus enerzijds die publieke digitale geldkant. Anderzijds al die private munten die ook fluctueren, die private cryptomunten. En natuurlijk zijn de afgelopen decennia zijn aandelen en obligatiemarkten echt gigantisch groot geworden. En ook volledig gedigitaliseerd. Dus ik kan met mijn telefoon tegenwoordig alles verhandelen op markten. En als ik meer geld nodig heb, verkoop ik inderdaad gewoon een aantal aandelen of tokens van ING. En die ruil ik in om voor publiek digitaal geld. Ja. Want zo werkt Bitcoin bijvoorbeeld nu ook. Hè? Je hebt bitcoins. Maar alles is geprijsd in euro's of in dollars. Ja. En dan kan je gewoon met je creditcard wordt het direct omgewisseld van bitcoins naar euro's en betaal je gewoon met euro's. Ja. Dus een counter trade. Precies. Dus dat systeem, dat hebben we eigenlijk al. En zo zou dan het bancaire systeem mogelijk ook hervormd kunnen worden om eigenlijk competitie tussen die verschillende aanbieders. Ja. Maar dan open je, dit is wel natuurlijk een hele verandering met wat we nu hebben, dan open je ook echt dat landschap. Zeker. Krijg je nieuwe toetreders. Het zou dus ook niet direct moeten worden geïmplementeerd, maar je zou in ieder geval die visie moeten hebben dat het deze kant. Of in ieder geval een mogelijk scenario is. Of een mogelijk scenario, inderdaad, zou die scenario's. Maar ik denk uiteindelijk ook als je gewoon kijkt om je heen wat er gebeurt, dat het toch al deze kant op aan het gaan is. De enige vraag is, zeg maar, gewoon in de kern van onze markteconomie hebben we eigenlijk gewoon bankenoligopolies, die ook nog heel erg met de centrale bank verweven zijn. Dus eigenlijk het bancaire systeem voldoet zelf eigenlijk niet aan de principes van markteconomie. En juist om die principes daar weer veel meer op los te laten, hoe ze dat eruit kunnen zien. Ja. Dat zou ook goed passen bij een liberale partij als D66 of de VVD. Dus die kant op denken, hoe zou een liberaal monetair financieel er eigenlijk uitzien? Ik denk dat dat gewoon iets is wat moet gebeuren. En dat we daar ook best de ideeën inmiddels voor hebben. Ja, dat is grappig dat je dat noemt. Het liberale standpunt, hè? Dus eigenlijk een vrije markt waarin je competitie hebt tussen partijen. Mm.
Je noemde net al Mahir Alkaya van de SP. Die is rapporteur digitale euro voor de Tweede Kamer. Dus die volgt dat debat en die vertelt daar dan, ja, die rapporteert aan de Tweede Kamer wat de ontwikkelingen zijn daarover. En die, die heeft wel het beoogde doel dat inderdaad die afhankelijkheid van de private banken kleiner moet worden. Dat er daarom een publieke, eigenlijk een publieke depositobank zou moeten komen. Maar goed, in ieder geval die publieke verankering, dat is zijn speerpunt. Mm-hmm. En dan vervolgens kan er geliberaliseerd worden, terwijl hij van de socialistische partij is. En ik heb ook de andere gezant, want er zijn er dus twee. Ja. Je hebt een tweede gezant die rapporteert over de digitale euro. En dat is Eelco Heijnen van de VVD. Die heb ik ook om zijn standpunt gevraagd. En hem ook voorgelegd van, kijk, zouden we niet naar een liberaler bankenlandschap moeten? En dat antwoord wil ik toch even voorlezen, want dat vond ik zelf toch wel opmerkelijk. Opmerkelijk. Ik had hem dus dat voorgelegd, dat het liberaler moest worden. Dus hij zegt, er lijkt een aanname in je vraag te zitten dat een liberaal bankenlandschap en achtervangen, die vangnetten, niet samengaan. Ik ben van mening dat deze prima samengaan. Sterker, de achtervangen zijn nodig ten behoeve van financiële stabiliteit. Bijvoorbeeld ter voorkoming van bankruns, zodat er een gezonde markt kan ontstaan. Ja. Ik denk dat je op twee punten kun je het echt fundamenteel mee oneens zijn. Het eerste is natuurlijk, kijk, als je kijkt hoeveel banken er zijn toegetreden de afgelopen decennia in de Nederlandse markt, is het gewoon nagenoeg nihil. Dus hij pretendeert dat het heel makkelijk is om toe te treden, maar juist door die vangnetten en heel die complexe regulering is het bijna onmogelijk om tot die markt om daar toe te treden en daar meer competitie te krijgen. En een tweede is dit argument van die achtervangen. Dat was denk ik dus heel begrijpelijk in een systeem waar je nog geen digitale euro had, of nog geen publiek digitaal geld. Dan is het inderdaad waar dat je voor digitaal betaalverkeer moeten die banken, die kunnen niet omvangen. Mm. Moet je in het geval van problemen dus die banken gaan steunen. En dat is allemaal begrijpelijk. Maar daar gaat volgens mij juist het hele debat om. Van als je dus tot publiek digitaal geld hebt, heb je eigenlijk een vorm van geld waarmee je wereldwijd transacties kunt doen op een hele goedkope manier. Wat voor rol hebben dan die banken nog? En zou het dan niet veel logischer zijn om van allerlei fintechs of van allerlei andere financiële partijen ook veel meer ruimte te geven in kredietverlening of daarbij te trekken? Dat is ook het doel, want Kaag bovenop. Precies. Dus ze noemt het zelf wel. Alleen dus de doordenking wat het dan eigenlijk voor ingrepen vereist in een marktordening. Ja. Dat wordt eigenlijk niet gedaan. Dus die brief gaat eigenlijk sec over de digitale euro. Terwijl het debat is eigenlijk breder als je zegt, ik wil ook competitie aangaan. Dan zul je ook iets aan die vangnetten moeten doen of iets aan de regulering moeten doen. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat eigenlijk zowel bij D66 als bij VVD, die eigenlijk voor die marktwerking zijn, dat er gewoon geaccepteerd is, banken hebben we vangnetten nodig. En dan ook een soort redenering dat dan niet botst met die vrije competitie en een gelijk speelveld. Terwijl het overduidelijk een ongelijk speelveld is als jij partijen hebt die al kunnen rekenen op allerlei garanties vanuit de overheid, terwijl een nieuwe toetreder dat niet heeft. Ja. Het is heel opmerkelijk dat inderdaad in Nederland zo gaat. En ik denk bijvoorbeeld in de VS dat het wel heel anders is. Dat je daar veel meer ook liberale economen ook uit de liberale hoek veel meer geluiden hoort voor het verder liberaliseren juist van banken. Ja. Maar in Nederland is toch heel erg de consensus gekomen dat zeg maar die hele vervlechting van publiek en privaat eigenlijk nodig is voor een soort van ordelijke marktordening. Terwijl dat zeer de vraag is of die analyse dus ook klopt. Of zijn analyse dat die markt dus niet kan bestaan zonder die vangnetten. Ik denk dat dat zeer twijfelachtig is. Ja. En dit is ook wat uiteindelijk die Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2019 al in dat rapport zet. Van die vervlechting is juist het probleem. Dat moeten we ontvlechten. Nee, de WRR die zei dat ontvlechting nodig is. En die zei zelf eigenlijk ook dat zo'n alternatief zou een disciplinerend effect hebben op banken. Daar gaat het dus heel erg. Dat je die banken, het is niet zo dat je wil straffen. Maar in een markteconomie moet je eigenlijk gewoon de keuze hebben dat je ook opt-out kan. Dus als je eruit kunt, dan betekent dat mensen het aantrekkelijker moeten maken om hun geld weer naar jou toe te halen. Dus ik denk dat die dynamiek, dat op zich goed is opgeschreven door de WRR. En dat het jammer is dat daar de liberale partijen in Nederland weinig mee doen. Ja. Terwijl het oorspronkelijk wat je noemt in Amerika, zitten daar juist ook heel erg liberale partijen achter. Een Milton Friedman
de vader van het neoliberalisme, maar echt denkend vanuit die liberale hoek. En ook Irving Fisher en dat soort mensen hebben allemaal juist gepleit voor een vorm van full reserve banking. Wat hier toch een beetje op lijkt dat er iets van een publieke basis precies, is. Precies, en dit gaat nog niet eens zo ver als full reserve banking. Dan zeg je eigenlijk als banken fractional reserve banking doen, laat het in de markt doen. Maar dan moet je dus ook weten dat een deposito bij een bank een risicovolle investering is, waar geen deposito-garantiestelsel op zit, waar ze geen achtervang voor hebben. Dan is het natuurlijk heel iets anders om een deposito gaan aan te houden. En nu denken mensen dus er zit een soort conceptuele misvatting bij een bank tegoed. Terwijl tegoed zegt het eigenlijk al. Maar mensen denken door al die vangnetten, door die ene wisselbaarheid, dat het gewoon veilig is. Maar het is een investering in een bank die er van allerlei leningen aan heeft gekoppeld. Die wel eens, het kan wel eens helemaal fout gaan. En dan, precies. Dat is eigenlijk de mismatch in het huidige stelsel. En Kaag noemde het dus iets goeds. Terwijl het zeer de vraag is of dat juist niet de Achilleshiel is. De ultieme zwakte van het huidige stelsel. Ja, ik herken in deze brief ook veel taalgebruik uit andere stukken van DNB, van de Europese Centrale Bank. Mm-hmm. Het lijkt er toch op dat Kaag deze visie heeft gevormd op basis van heel veel input vanuit die bancaire sector. En die bancaire sector heeft er niet per se baat bij dat hun vangnetten worden afgebouwd. Dus van de andere kant proef ik ook wel dat ze naar anderen heeft geluisterd. Dat ze ook zegt het publiek belang, dat er ook meer competitie moet komen, diversiteit, innovatie. Dus dat staat er ook. Maar het staat er alle twee in, wat het inderdaad af en toe niet zo consistent maakt. Nee, het is, en ik denk dus dat het debat, dat ook bankiers daarin moeten participeren. Dus ik weet van enkele bankiers zelf dat ze een beetje het gevoel hebben dat ze nu ergens in worden gerommeld. En ik denk dat het voor de sector zelf eigenlijk veel beter zou zijn als je zegt, over 10 jaar moet het er zo uitzien. En geleidelijk aan gaan we die banken liberaliseren en herreguleren eigenlijk. En dat je daar best een proces voor kunt ontwikkelen hoe dat eruit zou zien. Dat is ook met andere sectoren gebeurd, is ook niks engs aan, is vaak gedaan. Maar dat plan zou moeten gewaakt. En de minister mag je hopen dat hij daar de lead in eigenlijk neemt in dat proces. Ja. Nou, we zien dan nog één onderwerp wat naar voren komt, dat gaat over privacy. Mm-hmm. En de programmeerbaarheid van het geld. Want dat is een angst die breed in de samenleving leeft. Van, als de centrale bank digitaal geld gaat uitgeven, dan hebben we een publiek geld wat mogelijk gebruikt kan worden om de burgers meer in de gaten te houden. Mm-hmm. En dat dan toch dat contante geld uiteindelijk wordt afgeschaft en dat het een soort dystopische toekomst is. Alkaya en Heijnen hebben daar samen ook vragen over gesteld. Daar vinden ze elkaar wel in. Ja. Ze hebben een andere doelstelling. Zeker, ja. Maar ze vinden elkaar wel dat niet moet gebeuren. Kaag die antwoordt hier van dat gaat niet gebeuren. Hè? Het contante geld blijft. En privacy is heel belangrijk. Mm-hmm. Is hiermee de zorg weggenomen? Of? Nee, ik denk zeker niet. Maar en hier ben ik het met Wim Boonstra, de econoom van de Rabobank, eigenlijk eens. Kijk, het is uiteindelijk ook zeer de vraag of de ECB dit soort operationele taken moet gaan doen. Dus dan is eigenlijk de vraag, wat is nou eigenlijk de rol van de ECB in de digitale euro? Is dan heel cruciaal eigenlijk. En wat je zou kunnen zeggen, we hebben inderdaad een monetaire autoriteit nodig. Zou de ECB kunnen zijn, misschien in iets andere vorm of met een iets ander verdrag. Die vooral de eigendomsregistratie doet. Dus dat is denk ik iets wat gewoon met juridisch, maar ook technisch moet worden geborgd. En ik denk dus eigenlijk dat de publieke taak vrij dun kan zijn of vrij klein kan zijn. Dat je dus van allerlei private partijen toegang moet geven tot die interface met de publieke instantie, met de publieke monetaire autoriteit. En dan is de vraag welke gegevens moeten precies worden doorgegeven om die betaling te realiseren. En er zijn onderzoeken geweest van enkele Duitse en Zwitserse economen dat het eigenlijk met blockchain technologie heel weinig kan zijn. Dus dat het eigenlijk nagenoeg anoniem kan. Dat het nagenoeg privacy heel goed geborgd kan worden met deze technologie. En dan is de vraag of dat op grote schaal kan en noem maar op. Maar volgens mij zijn dat inderdaad de discussies die ook moeten worden gevoerd. Maar het is ook precies het grensje van wat moet nou eigenlijk publiek zijn, wat moet privaat zijn. Ja. En ik denk dat het terecht is dat je zegt als je de ECB kunt bellen van ik heb een probleem met mijn betaalrekening, dat het wel heel erg ver gaat. Ja, toch? Ja, dat lijkt me ook zeer onwenselijk eigenlijk. Ja, dat, ik zie het ook niet per se die kant helemaal opgaan. Daar is de ECB helemaal niet voor ingericht om dat operationeel zo te doen. Nee. Maar ik begrijp wel die angst van technologie. Het lijkt toch een tech-push te zijn. En technologie kan natuurlijk voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Ja. En
het is gewoon niet zo heel duidelijk wat nou precies het doel nee, gaat zeker, zijn. Nee, zeker. Maar ik denk dus, het is wel belangrijk om te beseffen dat het huidige betalingsverkeer is ook al helemaal gedigitaliseerd. Overheden leggen banken nu al ook heel veel regels op dat ze heel veel transacties moeten momenteel door of geld stromen. Ja, en nu zit het zelfs zo dat banken eigenlijk al die gegevens al verzamelen en ook nog delen met de overheid. Dus precies. Die angst precies. voor wat er zou komen, die is er eigenlijk al. En ik denk dus in die zin dat het goed is dat dit debat wordt gevoerd, dat er ook nieuwe regels en de nieuwe technologieën worden bedacht, geëvalueerd en uiteindelijk dat wordt gekozen. Zodat inderdaad die waarden denk ik worden geborgd. En ik denk dat in die zin Peter Wietz hier aan tafel van de DNB, die daar op vrij veel onderzoek ook voor de digitale euro heeft gegaan, dat hij zei wat eigenlijk zou moeten gebeuren is dat die verschillende landen of currency areas, muntgebieden, dat die munten krijgen die op de waarden die in die regio's belangrijk zijn, dat die in die munt zitten. Dus dat je digitale euro heel erg zal verschillen van een digitale guan. En zeker als je naar privacy kijkt, zal dat natuurlijk een groot verschil kunnen zijn. Ja. En dan is de vraag waar we eigenlijk mee begonnen, loopt het proces dan goed? Nou, daar kun je dus grote vraagtekens bij zeggen. En hopelijk is deze brief van de minister, zorgt dat voor een politieke inhaalslag. Ja, toch een opening. En dat, wat dat betreft is een heel positieve ontwikkeling. Ja. Want Kaag doet hier aanzetten. Ja. Maar het is wel duidelijk, er moet nog volop over gedebatteerd worden. En die lange termijn doelstellingen van die digitale euro, die staan nog niet vast. Dus het proces is nog open. Maar het is ook zo dat de ECB is nog 1 jaar nu bezig met dat experiment. Dus het zal het komende jaar zal het moeten gebeuren. Zeker. En ik ben zelf dus ook fan geworden van Miguel Fernández Ordóñez, de voormalige president van de Spaanse Centrale Bank. En hij zegt altijd, hij praat over een limited CBDC, dus een beperkte central bank digital currency, en een full CBDC, dus een volledige central bank digital currency. En zijn argumentatie is eigenlijk, je zult zien als zo'n limited CBDC is geïmplementeerd, dan moet het dus technisch en juridisch goed ontworpen zijn, het moet goed functioneren, mensen moeten het vertrouwen. Maar als dat er eenmaal is, dan zullen mensen ook steeds meer gaan inzien wat de grotere doelen kunnen zijn van zo'n munt. En misschien zitten we dus in dit proces en gaat het gewoon zo rommelig dat het eerst beperkt wordt geïmplementeerd. Panetta heeft in het Europarlement gezegd dat er een limiet moet opkomen. Niet per rekening, maar 1,5 biljoen als totaal. Dat we daarmee beginnen, dat dan de wetten, de instituten worden gebouwd, de technologie goed functioneert. En dat vervolgens een stap komt naar eigenlijk de grotere doelen die wij net hebben gezet. Dat je veel meer naar de marktordening gaat kijken. Dus als we dit hebben, het functioneert goed, mensen vertrouwen, de instituten bestaan goed. Van wat kunnen dan de volgende stappen zijn? Dus ik denk dat Ordóñez in die zin, die heeft veel ervaring ook in deze wereld, dat best helder heeft beschreven. Ook een aantal keer in speeches en in presentaties. Goed. Wij blijven het debat volgen. Zeker, dat gaan we doen. En we zullen hier nog meer over hebben in de toekomst. Dankjewel. Thanks. Vond je dit een leuk gesprek en wil je meer van dit soort uitzendingen zien of beluisteren? Abonneer je dan op dit kanaal.